ik ben blij dat ik ook verblijd zijn om elkaar te ontmoeten. Ik was ook even aan het dwalen, ja, niet met Gods woord, maar met de auto even. Want ja, mijn routeplanner die liet mij in de steek om, voor de Vuurtorenstraat. Ja, dan moet je je verstand gaan gebruiken en proberen, weet je, nou hier, ik geloof ik een koersje. Maar gelukkig een hele lieve zuster Erna, en die hebben letterlijk naar binnen gepraat. Al pratende weg kwam ik voorbij allerlei gebouwen, maar het belangrijkste is, ik ben op de plek gekomen waar ik ook moet zijn en ook waar ik ook verwacht ben. Ja, dat is toch geweldig? Dus het was wel even wat later geworden, maar ik ben zo dankbaar dat ik u allemaal weer mag ontmoeten in de liefde en de vrede van onze hemelse Vader. En we hebben ook heerlijk gezongen. En dat is zo prachtig om van de Heer te verwachten. Want hij geeft zoveel kracht en overwinning, iedere keer opnieuw. En als je om ons heen kijkt, broeders en zusters, nou, met alles wat er gebeurt in de afgelopen weken, wat er allemaal niet gepasseerd is, wat er nog in wording is, nou, het is gigantisch. Maar ook zuster Ilse heeft ook zo gezongen, meneer Lito, over we verwachten ook een beloofde land. En dan zullen we geen pijn, geen verdriet, geen tranen hebben, geen moeite, geen zorg, niks. Dan zal het volmaakt zijn. En we zullen toch geweldig zijn om bij de Heer te mogen zijn. Ik ben er ook zo bij bepaald ook. Ook van een zoontje van 3 jaar, een vrouw van 62, die zijn reeds bij de Heer. Dus die smaakt reeds ook die blijdschap. Maar zolang wij de aarde, de liefzaam nog ontvangen, dan mogen wij hier zijn. En dan mogen we zijn naam ook verheerlijken en groot maken. Want we zijn gesteld om een zegen te zijn. En daar ga ik ook over spreken. Daar ga ik ook op mijn hart mogen spreken. Dat we net tegenovergesteld in de wereld. De wereld is erop uit om te nemen. En naar zich toe te halen. In politieke invloed. In economische invloed. In geld. In macht. In alles. Maar wij zeggen uit Gods woord worden wij onderwezen. Dat we moeten geven. Wat zuster Erna ook zo belangrijk zijn. We moeten zaaien. En dan, omdat ik ook een boer ben. Weet ik maar al te goed dat ik eerst moet zaaien. Dat ik eerst moet geven. Dat ik eerst moet investeren. Wil ik een keer die kunnen oogsten om te mogen ontvangen. Maar weet één ding, broeders en zusters. Zoals we ieder persoonlijk hier zitten. We zijn allemaal persoonlijk afhankelijk van onze hemelse Vader. En die bescherming hebben wij nodig. Maar we hebben Gods woord gekregen. Daar waar we in onderwezen worden. Hoe we hebben te leven. Hoe we hebben te handelen. Hoe we hebben te wandelen. Dat is toch geweldig. En daarom ben ik met een blij hart in de toekomst rijden. Het is een eind rijden. En het regent onderweg behoorlijk. Maar dat geeft niks. Want ik heb een dak boven mijn hoofd. En een motor die de wielen aandreef. Dus die wil maar goed op te letten. Een beetje extra opletten. En wat rustiger rijden. En vooruit gaan. En toen was er geen probleem om hier te komen. Geen nood. Ik heb altijd wel iemand die me wil helpen. Bij mijn leven lang ben ik al geholpen. Broeders en zusters op veel terreinen. Maar ik wil ook andere mensen helpen en behulpzaam zijn. Ik wil nog even wat delen. Ook van mijn kleinzoontje. Ik heb ook mijn jongste kleinzoon. Die is 1 jaar en een maand. En ik moet er aan denken. Of het ook zo'n zoon. Ook het is goed om bij de Heer te zijn. In het beloofde land. Om bij hem te zijn. Ik weet toch goed ruim een jaar geleden. Toen zat ik in het ziekenhuis beneden in de hal te bidden. Ook voor mijn dochter. Want die zou de keizersnede ondergaan en er zou het kind gehaald worden. Ik dacht, oh, dat is toch een makkie. Hè? Dat is zo even een snee in de buik en ze rapen het zo eruit. Maar ik had niet goed gedacht. Wat gebeurde? Hij zat verkleefd. Hij zat vast in de moeder. Hij wilde niet het lichaam van mijn dochter verlaten. Ze hebben letterlijk los moeten snijden inwendig. Dus mijn bloedverlies was nog even heel spannend. Maar nu ga ik wat vertellen waar ik zo van genoten heb toen dat realiseerde. Toen ik een week geleden, toen Joop een nachtje bij mijn visite was. Met zijn zusje van 6 jaar, want mijn oudste dochter en 2 kleinkinderen. En ik wil ook zo de vreugde in wat te delen die ik ook heb, ook in mijn kleinkinderen. Hij was bij opa en hij mocht een nachtje slapen. 'S Morgens in de kinderstoel had hij zijn boterham in de binnen gewerkt en mijn dochter ging opruimen. Ik dacht, ja, wat moet ik binnen uit doen? Er stond niks aan mee. Dus ik pakte hem uit de kinderstoel, ik nam hem op mijn armen mee en ik loop naar buiten en ik klim in de grootste trekker die we hebben. Met een grote 5-poot erachter om de grond open te woelen. En zijn zusje van 6 ging ook mee. En wat denkt hij?
Ik ging lekker naar het land. Ik had een machine en de kleine mannen ook op open schoot op mee in het land en op die rond kunnen trekken. Maar nou komt het. En daar heb ik zo van genoten, omdat ik weet met de geboorte hoe spannend het was. Hoe dan echt van de Heer hem dochter me ontvangen. Helemaal kennelijk gezond. En nu had ik hem op mijn schoot. En we denken, hij gaat bij opa staan. Tussen opa op de stoel gaat hij staan. Hij wordt heel het lijfje over stuur heen. En zo met zijn handen boven het stuur vast. En met een lachende tronie. Nou, gigantisch. En die motor ronken en alles schudden natuurlijk. En hij ging. Hij was heel enthousiast, hij was gewoon wild van enthousiasme, van blijdschap. Nou, dan smelt je hart nog als de schrootvader zijnde, dat je zo'n kereltje. En we denken, hier kwam ook het bijzondere. Zijn zusje, die wou ook even een stuur vasthouden. Vergeet het maar, hij dacht, hup, weg jij met je hand. Ik heb niks nodig. Opa mocht sturen, maar zusje loslaten. Hij was een beeld. Ah, geweldig, maar dat is even over mijn kleinzoon, waar ik ook zo van mag genieten. Broer en zuster, dat is ook heerlijk om het te jongheid. Maar weet je wat me nou zo treft, he? De afhankelijkheid van zijn jong kereltje. Maar dat hij vertrouwt. Hij vertrouwt zijn moeders. Hij vertrouwt opa. Dat hij meegaat en de opa piste met hem voor hem. En dan geniet hij hem volle teugen. Maar zo mogen wij ook genieten, broeders, is van Gods woord. Want dat is onze leidraad in ons leven. En ik weet ook wel, u bent ook ieder apart levensboek. En er zitten bladzijden in die niet gemakkelijk zijn. Waar niet moeilijk mee gaat. Maar onthoud één ding. Eén zal overwinnen. En waar ook zuster Erno over sprak over de oogst. Van de zaaien. Dat je eerst zaad moet toevertrouwen. Ik zal even gelijk vanuit de praktijk een praktisch verhaal vertellen. Maar je weet, de gelijkenissen vanuit Gods woord staat erin van 30, 50, 70, 100-voudig oogst is van God mogelijk. Maar weet je waar een boer nooit hoger kan komen? Als hooguit 50, 60%, dat zeg ik, zie uitleggen. Als wij 200 kilo zaad zaaien van touwen, kunnen we nooit meer oogsten als 10 à 11.000 kilo. Dus dan praat je over een 50-voudig. Maar onze God, geef 100-voudig, is meer mogelijk. Dat is toch geweldig? En dan gaan we God voort ook aan. Dan blijf ik spreken over al deze zaken. Maar en dat geeft me zo'n blijdschap en zo'n enthousiasme om de Heer ook in groot te maken. En we gaan ook daar ook in lezen. In Matteüs hoofdstuk 12. Wou ik voor u lezen de versen 22 tot 37. Matteüs. Hoofdstuk 12. En dat is ook een tijd van de Heer Jezus die rondwandelt op de aarde. Maar de tijd is niet veranderd, want de mensen zijn niet veranderd. Maar wat er toen gebeurde, hebben we nu nog. Ik zal het straks uitleggen. Matteüs hoofdstuk 12, de versen 22 tot 37. Toen bracht men een bezetene tot hem, die blind en stom was. En hij genas hem, zodat de stomme sprak en zag. En alle scharen waren buiten zichzelf en zeiden, dit is toch niet de zoon van David? Maar de fariseeën hoorden en zeiden, deze drijft de boze geesten slechts uit door bij Elzebul, de oogsten der geesten. Maar hij kende hun gedachten en zeide tot hen, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder. En geen stad of huis tegen zichzelf verdeeld zal stand houden. En indien de Satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal dan zijn koninkrijk kunnen stand houden? En indien ik door Beelzebul de boze geesten uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan? Daarom zullen zij rechter over u zijn. Maar indien ik door de geest Gods de boze geesten uitdrijft, dan is het koninkrijk Gods over u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterk heeft gebonden, dan zal hij zijn huis plunderen. En wie met mij niet is, die is tegen mij. Die wie met mij niet bijeenbrengt en die verstrooit. Daarom zeg ik u,
alle zonden en lastering die de mensen, zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de geest zal niet vergeven worden. Spreekt iemand een woord tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht. Maar acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht. Want aan zijn vrucht kent men de boom. Adderige broed, hoe kunt gij die slecht zijt iets goed zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. En een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort. En een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. Maar ik zeg u, van elk ijdel woord dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven. Op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden. En naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. En heb ik nog een prachtige tekst, gaf heerlijk op mijn hart, om je ook bij te delen, bij het voorgelezen schriftgedeelte. En die staat in Galaten hoofdstuk 6, vers 9. Laten wij niet moede worden goed te doen. Want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten. Als wij niet verslappen. En dat heb ik al in het begin met de lofprijzing ook gehoord. Dat er ook gezegd is, van, we moeten volharden. We moeten niet verslappen, want we zullen oogsten. En daarom is die tekst, vind ik zo belangrijk over het hele gedeelte wat we gelezen hebben, is het zo belangrijk, broeders en zusters, in een tijd waarin we nu leven met zoveel verwikkelingen op allerlei terreinen, zou je als mens zijnde, als je geen vastigheid in Gods woorden, zou je de moed verliezen, zeg je, waar moet het naartoe, wat gaan we allemaal tegemoet, wat gebeurt er allemaal? En er gebeurt ook heel veel, want er is ook een verdrukking, vervolging is al die jaren. En het komt ook openbaar op het ogenblik van dat er ook een religie is die ook zo fel is tegen andersdenkenden, dat je met de dood moet bekopen als je niet daartoe toetreedt. Het is zo weerzinwekkend van een hoop zaken wat er nu gebeurde. Maar Gods woord, weet je wat belangrijkste is in Gods woord, in de Bijbel, wat ons handboek is, wat onze leidraad is voor ons leven, is liefde in Korinthe 13. Liefde is nog steeds het grootste gebod. Dus wat ik op die tekst ook gelezen heb, dat we niet moede worden, dat we niet moede moeten worden om goed te doen, blijf goed doen. Al is de wereld gericht op halen. Halen en proberen te houden. Maar weet je wat het erge ervan is? Van degene die erop gefocust is, van ik moet het hebben, probeer het in zijn vast te houden. Maar tussen zijn vingers zal hij nog verliezen. Want op het eind van zijn leven neemt hij niks mee, helemaal niets. Want je blijft alles achter. Maar wat zegt God in zijn woord? Verzamelt die schatten in de hemel. En daar zal Lot nog roesten ontoonbaar maken, broeders en zusters. Dus wij moeten zorgen dat onze schat in de hemel is. En daar zal die blijven bestaan. En daar zullen we ook vrucht van ontvangen van onze Heer en Heiland. Maar hij ook belooft aan ons dat hij ons nooit zal begeven, nog verlaten. Hij zal altijd bij ons zijn. Het zijn allemaal beloften vanuit zijn woord. En als je dat moeilijk hebt, in financieel of met het werk, of met relaties, of met allerlei anderen, of met ziekte of problemen, ik wou u gewoon aansporen, laat nooit de moed zakken. Want als je een grote rouw een keer verkeert, dat je een geliefde weg moet brengen, die de Heer thuis gehaald heeft, maar op aarde zijn ze nooit meer spreken, dan krijg je pijn, heb je verdriet. Dan weet je wat het wonder van de Heer is, hij is bij machten om je zoveel troost te geven, dat je er ook weer opgetild wordt, dat je ook weer gedragen wordt, en dan ga je verder, en dat mag je de draad weer oppakken van het leven. Zoals ik ook in het persoonlijke vlak ook met mijn kleinkinderen ook zo mag genieten, met zo'n klein kereltje, die al zo dankbaar is dat hij mijn opa mee mag en dat vertrouwen stelt, zou moeten wij, broeders en zusters, altijd op Gods woord vertrouwen. Vertrouw erop. Want hij geeft geen stenen voor brood, hij geeft levend brood.
En dat is toch geweldig. Maar in de tijd, de krant is gevuld, ik kan haast wel zeggen, met allemaal slecht nieuws. Wat zit er eigenlijk nog? Iemand die goed doet, kom je haast niet tegen. Maar iemand die een ander vermoordt, of iemand die zijn zakken persoonlijk vult, ten nadeel van andere mensen, dat is nieuws. Goed doen is eigenlijk geen nieuws vandaag en de dag meer. Maar weet je wat Gods woord juist ons leert? Dat juist liefde is het grootste gebod, maar ook goed doen, geven. En dan kom ik ook weer bij die boer terecht met zaaien. Als je kijkt van een boer, ik spreek ook vanuit de praktijk, omdat ik er zelf middenin zit. Wij moeten enorm veel investeren. Veel geld moeten wij investeren eerder wij geplant, gezaaid hebben, de gewassen vertroebeld hebben, verzorgd hebben, bemest hebben en verzorgd hebben, schoongehouden. Tot aan de oogst moet je enorm veel inspanningen getroosten om zo ver te mogen komen. Maar daar zijn we in Nederland nog zo rijk gezegend, broeders en zusters, want wij hebben hier nog vol eten en drinken. In wezen is er hier zoveel productie van producten, van groenten en fruit en allerlei agrarische producten, dat we een enorm vermogen exporteren naar andere landen, om die er ook mee te voeden. Dus Nederland is in wezen nog rijk gezegend. En ik weet wel, economisch hebben we onze opmerkingen. Maar we moeten ook, wat we ook gezongen hebben, ons ogenblik gericht zijn op boven, op de Heer. Want weet je waar we zijn? We zijn allemaal pelgrims, zoals we hier zijn. We zijn op weg, we zijn op reis. Niet naar de Canarische eilanden, maar we zijn naar de Heer toe. Naar het hemelsparadijs. En dat zal volmaakt zijn. Dus als je ook hier op pijn en moeite ondervindt, weet je één ding. God laat het ook toe. Toen Job ook verzocht werd, u weet het, die was zeer rijk, Job, zeer voorspoedig, want de Heer zegende hem. Maar de duivel klaagde hem aan en de duivel kreeg macht van de Heer om zijn goederen en ook van zijn geliefde het leven allemaal te nemen. Maar de Heer had alles onder controle, want aan het leven mocht hij niet komen. Hoe graag de Satan dat gedaan had, maar ging niet door. En u ziet, Job die volhardde, hij ging door. Toen waren zijn vrienden ook met hem mee. Alex zei, Job, zou je wel zo door blijven gaan? Je ziet toch dat alles opnoem is. Heb het nou voorzien om zo vroom en godsdienstig en godvruchtig om de Heer te dienen? Dat heb het allemaal voorzien. Maar God, maar Job, verloochende God nooit. Hij bleef volharden. Ondanks dat hij er letterlijk op de puinhoop zat voor het zichtbaar in zijn leven. En de Heer die schonk genade. En u weet allemaal, het einde van Job. Nou, dat is echt, dat willen we allemaal hebben. Gelijk, maar niet die verdrukking ervoor. Dat je zo enorm veel pijn moet lijden en veel in moet leveren. Maar het laatste werd zeer rijk gezegend. Met weer kinderen, gezin, kinderen, dochters. Enorm veel ook met goederen, met dieren. Hij werd enorm rijk gezegend. Gigantisch. Maar God is een beloner. Om maar moeten volhouden. Dus als wij op omstandigheden zien, broeders, is er om ons heen. Nou, dat zeg je ook bij de Heer Jezus, waar ik voor voorgelezen heb een stuk. Daar staat ook zo duidelijk in dat de scharen, ik zeg maar zeggen, het gewone volk, broeders en zusters, die droeg de Heer Jezus op de handen waar hij spreekt. Want ze zagen de wonderen en tekenen en ze geloofden in hem. Maar de geleerden, de fariseeën, de schriftgeleerden, en de Sadduceeën, de mannen die de kennis hadden, en die trokken alles in twijfel. Die stelden alles ter discussie. Zo is tegenwoordig wij in de tijd. De mensen, veel geleerden denken dat ze onderaan alles naar de hand kunnen zetten. Dat ze al zoveel geleerd hebben, zoveel technologie hebben. En als ze dan in de ruimte komen, dan komen ze erachter. Het heelal is onmetelijk, we weten daar nog weinig van hoe groot het heelal al is. Van onze Heer en Heiland, van God, die alles geschapen, die staat overal boven. Maar de mens, die denkt onderhand dat hij alles, dat hij mensen kan maken in de vorm van veredelde computers, waarmee die helemaal gestuurd worden, drones die door de lucht vliegen en die alles fotograferen en zelfs ook schieten. Het is onvoorstelbaar wat er toen gebeurt. En toch moet je altijd goed in de gaten hebben. Laat je niet misleiden door al deze zaken.
Want God is degene die alles onder controle heeft. God is overwinnaar in alle omstandigheden. En we zien ook de duisternis toenemen in de wereld. We zien het ook met de oorlogen en de geruchten van oorlogen. Het is enorm wat er komt en heel de wereld allemaal speelt. Dat ga ik allemaal niet uitspitten. Want dan sta ik allemaal over ellende te praten en dat wil ik niet. Maar ik wil maar aangeven, als we zien de omstandigheden, nou de broeders en zusters, dan is het gigantisch hevig op het ogenblik. Maar wij moeten altijd ons eigen onderwerpen. Maar Jacobus 4 vers 7 zegt zo duidelijk, we moeten wij onderwerpen aan God. Maar we moeten weerstand bieden aan de duivel. En wat zal hij dan doen? Hij zal van ons vliegen in een noodgang. En weet je waarom, broeders en zusters? Nog steeds is het licht sterker als de duisternis. De duisternis kan zo dik lijken om ons heen dat je denkt, oh Heer, nog altijd fout. Maar onthoud één ding, God geeft de overwinning en bescherming op zijn tijd en op zijn wijze. Wij hebben slechts geloof te hebben, we hebben slechts te volgen en moeten hem volgen. En moeten die weerstand aan de duivel bieden. Maar we moeten ook investeren om goed te doen. En zoals de schade ook, Heer Jezus ook achterna ging. En ook dankbaar waren voor al de wonderen en tekenen die er gebeurden. Maar de geleerden die trokken alles in twijfel. Maar wat zegt Heer Jezus? Hij kende hun gedachten. Hij wist dat ze niet oprecht waren. Ze waren niet eerlijk. Ze waren uit op eigen eer. Op het ik. Zoals in de wereld gebeurt, ze wilden zien. Het ik-woord is zo sterk vertegenwoordigd in vele mensen die dreigen door ik laten regeren, maar niet om te geven. En we moeten juist, ook in het agrarische vak weten wij maar al te goed, we moeten geven, we moeten bereid zijn om je land te egaliseren, om je land te ploegen, om je land te bemesten, om er aan al zaad en alles aan toe te vertrouwen. Maar dan mag je ook weer genieten als je ziet, want God, wij kunnen er wel niet geven. Wat je nog zo'n land ook kennis hebben. Maar God is degene die de wasdom geeft. Nog steeds. En we zien de toonkomers heen. Wat ook al in Gods woord geopenbaard is. In Matthäus hoofdstuk 24. Over de tijd waarin we nu leven. Van de geruchten van oorlogen. De veranderingen van weersinvloeden. Het is zo gigantisch. Dat zien we op het nieuws. Het ene plaats verdrinkt. Met ineens een bekende mini-orkaan in Nederland. Het andere plek van Nederland blijft bijna kurkdroog. Het is zo apart, de tijd waarin we nu leven. En daar moet je vertrouwen op God stellen. En zeggen, Heer, de omstandigheden zijn altijd niet gemakkelijk. En toch weet ik één ding. U heeft alles in uw hand. En u zal mij bewaren, u zal mij de kracht geven om te overwinnen. Maar broeders en zusters, dan moet je natuurlijk ook geloof hebben. Want als je natuurlijk ook geen geloof hebt, ja. Want geloof is eenvoudig. Geloof is eenvoudig. Ontvangen wat God voor u heeft. Zoals mijn kleinzoon in vertrouwen met opa meeging. En het volste vertrouwen op mezelf en genoot van hem. Zo moet dat maar een zwakke afschaduw niet. Maar wij moeten ook zo kinderlijk geloven. God vertrouwen. Niet ervan discussies voeren. Hebben allemaal geen zin, maar gewoon geloofsvertrouwen. Want weet je wel, twijfel en ongeloof, dat zijn beide het tegenovergestelde van geloof. Dus we moeten niet twijfelen, we moeten gewoon doorgaan. Want broeders en zusters, zijn de zaken in uw leven, waar we ook over gezongen dat je zonde moet beleiden. En waar je weet, het is niet goed, maar beleid dan die zonde. Maar doe ze ook niet meer, zei de Heer Jezus, iedere keer bij genezing ook, iedere keer zei je opnieuw, van, uw zonden zijn vergeven, wees genezen, maar zondig niet meer. En Johannes hoofdstuk 9 vers, of 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 9 zegt, indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig. Om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is toch grandioos? En dat zijn niet mijn woorden, broeders en zusters, maar dat is Gods woord. Er staat hier in Gods woord. Dus als je daar toch zijn eigen goed op door te dringen, dat God dat ook echt vergeeft.
Want in Amos 3, vers 7 is ook zo duidelijk. En voorzeker de Heere God doet geen ding of je openbaart zijn raad aan zijn dienstknechten, de profeten. Als wij de knechten van de Heer zijn en we zijn gelovigen, dan weten we ook vanuit Gods woord wordt geopenbaard wat er ook zal gaan geschieden. En dat geeft Gods woord ook aan in openbaringen en in de profeten in het Oude Testament. Kunnen we allemaal lezen wat er allemaal staat te gebeuren. Maar daarom om dat juiste tijd zo, ik noem het wel, spannend en boeiend is. Maar dan moeten we zo vertrouwen op hem hebben. En daar moeten we nooit de moed verliezen, broeders en zusters. Want als we veel mensen, waar ik al in mijn gemeente over had, die zijn gericht op aardse schatten en genot. En niet in een toekomstverwachting, in geloof in God. En dat is tegenwoordig de tijd. De mensen zijn helemaal onderaan uit de dak gehazen. Als de loterij in de straat valt en zijn ook loodjes. Dan denk ik, dan worden we rijk, dan kunnen we bijna miljonair worden, dan kunnen we dat verkopen, dan kunnen we dat verkopen. Ja, dan kan je op een gegeven moment misschien zo verkopen. En er gebeurt iets anders. Je door een ongeluk over, kom je ineens snel te overlijden. En wat is het dan? Het gaat weer naar een ander toe. Dus wat is het? Het gaat tussen je vingers door. Dus we moeten ons vertrouwen stellen op hem. Want als we geschatten in de hemel vergaderen in goed doen, om de Heer ook in te behagen, om onze broeders en zusters in zonderheid, zeg op Gods woord altijd, dat we ook onze broeders en zusters ook moeten gedenken, ook in onze gaven en in onze gebeden, in alles. En als we dat doen, dan zullen we ook loon ontvangen. Want we moeten vertrouwen op God om stand te houden. Want we leven ook in een tijd dat er enorm veel stress onder de mensen is. Hoeveel burn-out is er onder de mensen op het ogenblik? Ik hoorde van de week op de televisie, broeders en zusters, dat ze vol statistieken 1 op de 10 mensen depressieve gevoelens hebben, problemen hebben. Dat is toch een verschrikking. Want dat is eigenlijk hetzelfde. De zon die schijnt volop en je ziet er niet en je voelt er niet. Want het is somber, het is zwart in je. Dat is toch erg. Ik vind het een verschrikking als je... Die mensen die daarmee tobben. En er zijn mensen die moeten in de winterdag onder een sterke lamp werken. Anders houden ze niet vol. Ze moeten licht hebben. Ja, ik moet uitkijken. Ik mag er niet om glimlachen. Want ik vind het zulke kolder in wezen. Maar we moeten als we Gods woord door ons heen laten werken. Dat is levend woord. Want in Johannes, dat staat ook zo duidelijk. 7, 39. Stromen van levend water zullen door je heen stromen vanuit de Heer. Want dat is toch geweldig? Hij wil ons juist alles geven. Maar daar moeten wij ook nooit voor onszelf houden. We moeten door willen geven naar anderen toe. Om mensen mee te bemoedigen. Van hou vol en bemoedig ze. Want in Matthäus hoofdstuk 6 staat ook zo duidelijk. Een paar versen heb ik u voorlezen in Matthäus hoofdstuk 6, vers 31 en 34. Matthäus hoofdstuk 6. Maak u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden. Want aan al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. En dan komt het belangrijkste wat ik al over had. Maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En de rest zal bovendien geschonken worden. Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zijn eigen zorg hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En zo in die tijd te leven, midden broeders en zusters, dus laat je vullen ook door Gods woord. Want als je dat ook door gevuld wordt, dan ga je ook goede vrucht dragen. Want er staat ook zo duidelijk in het voorgelezen schriftgedeelte. Want... kijken. Er staat ook heel duidelijk in, ook van de Heer Jezus, van als je ook een goede boom
die brengt goede vruchten voort. Maar een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Dus als je hart zondig is en je hart is niet goed op de Heer gericht en je doet voor het zicht, doe je een hoop zaken die je met je hart niet eens zijn, dan kan je het beter niet doen. Want het is zo belangrijk als je ook de bomen, want dan zegt de Heer Jezus op een gegeven moment ook tegen al die geleerde fariseeën en al die sadduceeërs, adderige broer, hoe kunt gij die slechtheid iets goed zeggen? Zie, het is gewoon duidelijk. Dus laat je hart gericht zijn op de Heer. Verwacht ook door de kracht van het gebed wonderen en tekenen. In Johannes 14, de versen 12 en 14, staat het zo duidelijk dat die wonderen en tekenen die de Heer Jezus gedaan heeft, die zullen zijn kinderen ook doen. En nog meer dan deze, zegt hij in die paar teksten. Dus daar moeten wij in vertrouwen bidden. En we kunnen ook veel in demonstraties mee gaan lopen in zaken. Maar weet u wat van een christen het wapen is en de kracht is? De persoonlijke gebedsrelatie tot de Heer. Dus verwacht altijd een wonder. Want hij, weet je wat zo wonderlijk is? Het is niet te begrijpen met je verstand. Maar de Heer die hoort en ziet alles. Want er staat ook in het woord, zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Daar is niets voor hem verborgen. Wij kunnen verkeerde gedachten hebben omtrent andere omstandigheden van andere mensen. En dan kan je verbergen ook met een prachtig stralend gezicht of wat dan ook. Zo zijn er ook mensen, dat noemen ze wel eens, je hebt een masker op. Maar doet het masker af, het heeft geen zin. Want de Heer ziet toch alles. Ik heb toch wel eens gehad met een man. Die was ook religieus. En de oudere man al bij mij ook in het bedrijf. En ja, dan praat je ja. Maar ik doe ook wel eens dingen die niet goed zijn hoor. Hij zegt maar ja, als je dan de buren, de mensen maar niet zien, zegt hij, dan vind ik het prima. En toen heb ik hem gewoon uitgelachen. Ik zei, joh, wat doe je toch eigenlijk, joh? Mooi weten, want hij was ook gelovig. Ik zei, joh, die God zegt in zijn woord dat hij alles ziet, kent. Hij kent zelfs jouw verkeerde gedachten, kent hij zelfs. Wat doe je dan om voor mensen te verbergen? God ziet toch alles. Dus wees eerlijk. Wees oprecht. En dat is zo belangrijk. Als de wereld ook zou gaan leven naar Gods woord, wat we ook gezongen hebben voor een tijd van opwekking. Als een tijd van opwekking zou komen en de mensen gaan naar Gods woord handelen, dan hoef je die fiets niet meer op zon te zitten. Dan wordt er niks meer gestolen. Amen. Dat is zelf nog een tijd geweest. Het is onvoorstelbaar. Hey, tegenwoordig ben ik aan een halve Siberië niet uitkijken. Van dat aansluiten en dat aansluiten. Van oma's wordt gestolen. Dus, maar ik moet ook nog lachen. Ik ben op een eiland komen wonen. Op Goerhoofdvakke. En dat was tot een jaar of 50 geleden, geloof ik. Alleen maar bereikbaar met veerponten, die eilanden. Want toen hebben ze een brug gelegd. En toen een oud gediende van mij op het eiland, die zei toen, hij zegt, Arie, zegt hij. Hij zegt, toen die brug gekomen is, heb ik mijn fiets op slot moeten gaan zitten. En tot die tijd heb ik nooit gelast. Met andere woorden, toen we geïsoleerd leefden, was het zogenaamd close. De mens hart was niet veranderd, maar de praktijk was anders. Maar nu, met die open grenzen, en nu de vliegtuigen over heel de aarde vliegen, u weet op het ogenblik wat er nu speelt, de angst van het ebola-virus, die zo dodelijk is over de mensen. Maar we moeten ook eens ons realiseren, de mensheid vandaag de dag, die vliegt over heel de aarde heen. Dus als er erg wat gebeurt, de verspreiding is overal, over wereldwijd. En daarom zitten we in de tijdsversnelling, broeders en zusters. Als er maar wat gebeurt, dan is het ineens gelijk veelomvattend. Niet allesomvattend, maar God heeft alles onder controle. God heeft alles in zijn hand. Stel je vertrouwen op hem en geef je leven aan hem. Dus vertrouw op hem ook. Maar we moeten ook ons verstand gebruiken. Maar we zien in de praktijk dat er heel veel op het ogenblik aan de hand is. Wat er allemaal gebeurt. Maar daarom ben ik zo dankbaar dat ik nog voor u mag staan. Dat ik ook op mijn leven nog het woord mag brengen voor u. Maar ook om u te bemoedigen. Want door al mijn levensjaren heb ik veel momenten meegemaakt. Dat je met je verstand zegt, o Heer, hoe moet ik erheen komen? Als je tegenslag had met de oogst.
En de kosten liepen op en er kwamen geen inkomsten binnen. En het was heel moeilijk om aan de slag te blijven. Maar als God komt met zijn genade, dan geeft hij uitkomst. En dan geeft hij boven denken en boven bidden en waken. Gewoon, dat is onvoorstelbaar wat je dan ontvangt van de Heer. Maar daarom moeten we zo dicht bij hem blijven. Jij ervaart zo duidelijk, broer en zuster, toch om je heen. Die goddelijke bescherming heb je zo nodig. Heb je altijd nodig gehad, weet ik. Maar in deze huidige eindtijd waarin we nu leven, dat de Heer Jezus ook spoedig op de wolken des hemels zal komen voor zijn kinderen te halen, te evacueren van deze aarde. In zo'n tijd leven we, zien aan de tekenen, we zien aan de vijgenboom, en Israël is Gods vijgenboom. We zien het aan de bladeren, we zien wat er allemaal ontwikkeld op het ogenblik, wat er allemaal aan de hand is. Maar daarom moeten we juist, daar zegt Gods woord ook, heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing gaat. Dus als je het moeilijk hebt, je hebt ieder apart levensboek, maar als je het moeilijk hebt, dan richt altijd je hoofd omhoog en verwacht een wonder en ontvang een wonder. Want als je, dat is ook zo belangrijk, want die zal ook ontvangen dat God zegt, als u gelooft wat God zegt, dan zult u in staat zijn alles ontvangen wat hij voor u in petto heeft. God wil jou zegenen, God wil zijn kinderen juist zegenen met overvloed, met genezing. Hij wil je ook zegenen, ook met dagelijks brood. Maar wat zegt hij ook in Matthäus hoofdstuk 6 zo duidelijk, met die bezorgdheid, let op de lenersveld, die doen ook niks, en op de mussen. En God geeft ze allemaal te eten. En die twinkelen en neemt naar de zin tot en met. En vele mensen die zijn erop uit om gewoon zichzelf eigenlijk proberen in stand te houden. Maar als we gaan leren, we zijn hier bij elkaar, broeders en zusters. En weet je wat zo geweldig is? Hij is morgens wakker hoor. En de adem heb je nog gezegd, oh Heer, het eerste wat ik doe, dank u wel voor de levensadem, ik mag leven. Een nieuwe dag, nieuwe kansen, broeders en zusters. En wat de dag zal brengen? God weet het. Weet één ding, hij is onze Vader, hij is onze hemelse Vader. En als we daar ook op gaan vertrouwen, dan zal je ook zelf gaan ontvangen in de vrede en de rust. En daarom zijn er broeders en zusters die vervolgd worden, die het zeer moeilijk hebben. Maar die ontvangen van de Heer zoveel vrede en zoveel rust door moeilijkheden heen. Dat ze niet te stuiten zijn en van de Heer Heiland in de gevangenis, in de kampen. Blijven getuigen, blijven vertellen. Terwijl de machthebbers denken, we sluiten ze op, dan is het over. Dan blijkt juist het binnenuit vanuit die gevangenis. Dat ze zo getuigen dat er vele mensen juist tot levend geloof komen. En dat hebben de overheid, die er tegenin is, die tegen God in is, die denken dat ze juist voor elkaar hebben. Nee, dan gaat het juist verbreiden. Net een steen in het water, dan gaat het gaande verder. En Gods koninkrijk. We moeten ook denken aan de Matthäus hoofdstuk 5, dat een prachtige stuk over de hoofdman, over 1012, tenminste de Romeinse hoofdman. En dat is ook zo geweldig. Die kwam tot de Heer Jezus, omdat ze krecht ziek was. En toen zegt en hij zegt, de Heer Jezus, maar u hoeft niet te komen. Spreek slechts een woord en dan zal mijn knecht genezen. En toen zegt de Heer Jezus, zo'n groot geloof heb ik zelfs hier in Israël nog niet gevonden. Dat u zegt, van spreek slechts een woord, u hoeft nog niet te komen en mijn knecht zal genezen. En weet je wat er gebeurde, broeders en zussen? Je weet allemaal het bekende verhaal. Jezus sprak een woord en zijn knecht genas op hetzelfde uur. Amen. Door het geloof van de hoofdman. Dus ik wil je ook allemaal bemoedigen vanuit Gods woord en wat er allemaal ook in gezegd is. Weet één ding, van hij is met u alle dagen van uw leven. Want je denkt ook wel eens, wat heb ik voorzien? En dan zal ik ook in het Oude Testament een stuk lezen, een kort stukje lezen vanuit Malachi. Hoofdstuk 3, versen 13 tot 18. En dat is heel duidelijk, want het is Gods woord. Malachi, hoofdstuk 3, de versen 13 tot 18. Het onderscheid tussen de rechtvaardigen en de goddelozen.
En vermetel zijn uw woorden over mij, zegt de Heer. En dan zegt hij, wat hebben wij dan met elkaar over u gesproken? Gij zegt, nutteloos is het God te dienen. Wat gewin geeft het dat wij zijn geboden onderhouden, dat wij in rouw gaan voor het aangezicht van de Heer en der Heerscharen. En nu, wij prijzen overmoedig gelukkig. Niet alleen worden zij gebouwd, terwijl ze goddeloosheid bedrijven, maar ook verzoeken zij God en ontkomen. En dan spreken zij die Heer vrezen onder elkander, ieder tot zijn naaste. De Heer bemerkt het toch en hoort het. En er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven ten goede van hen die de Heer vrezen en zijn naam in eer houden. Zij zullen mij ten eigendom zijn, zegt de Heer de Heerscharen, op de dag die ik bereiden zal. En ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart die hem dient. En dan zult gij tot één keer komen en onderscheid zien tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. Tussen wie God dient en wie hem niet dient. Dus kijk niet naar de omstandigheden, maar blijf trouw om de Heer te dienen. Wat ik ook in de tekst, ook in het begin ook al gelezen heb. We moeten niet moeten worden goed te doen. Want wanneer het eenmaal tijd is, dan zullen wij oogsten. Als wij niet verslappen. Dat is zo duidelijk, die tekst. Dus dan moet je zo betrekken op ieder op die persoonlijke omstandigheden moet je toepassen, broeders en zusters. Weet één ding. God ziet je pijn. Als je verdriet hebt, als je moeite hebt in je lichaam, in omstandigheden, of werk of wat dan ook, of financieel. Hij ziet de pijn. Maar verwacht het van hem. Want God is bij machte om alles in één keer ten goede te laten keren. Want dat is ook, we zijn een nieuwe schepping in God. Want 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 17 zegt zo duidelijk. Zo is daar wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. En zie, het nieuwe is gekomen. En als u deze teksten harte neemt, broeders en zusters, dan zult u, als u moeilijkheden ondervindt, altijd Gods woord laten spreken en zeggen, ik zal stand houden, want ik ben in Christus een nieuwe schepping. Halleluja, prijs de Heer, glorie voor zijn heilige naam, want Hij is onze Heer en Hij zal ons nabij zijn in alles, maar stel je vertrouwen op Hem. Een kinderlijk groot vertrouwen op hem stellen en dan zul je ontvangen, want hij heeft alles in petto voor zijn kinderen. Maar wees, word nooit moeder om goed te doen. En daarom ook op verzoek ook, van als ik ook, eindig ook met de woord verkondiging. Kom naar voren als je ook een nood hebt of wat ook, dan moet voor Gods troon gaan brengen. En als voor Gods troon brengen, dan mogen we weten, Hij ziet ons, Hij kent ons en Hij hoort ons. Broeders en zusters, God zegen u allen. In Zijn naam, in Jezus' naam, halleluja. Amen.